goed dat je weer kijkt naar een nieuwe safety car. Na een weekendje niksen is het nu dan eindelijk weer tijd voor de Formule 1. Het raceweekend in Rusland staat namelijk op het punt van beginnen. Hoog tijd dus om alles met je door te nemen wat je eigenlijk moet weten. De beelden die je trouwens op de achtergrond ziet, die zijn ingestuurd door onze kijkers. Wil je ook een keer dat jouw hot lap uitgelicht wordt in onze safety car? Check dan de beschrijving hieronder hoe je deze kan insturen. Nu laten we even beginnen nog met Honda. Want de afgelopen 2 weken heeft Honda namelijk alle zeilen bijgezet om de oorzaak van de motorproblemen boven water te krijgen. Sinds Mugello is het onze prioriteit geweest om te achterhalen wat de problemen bij Max heeft veroorzaakt, zo vertelt technisch directeur Tanabe. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de problemen door verschillende factoren werden veroorzaakt. We hebben tegenmaatregelen kunnen treffen met als doel dat het niet nog een keer zal voorkomen. Dit circuit vormt een hele andere uitdaging dan de afgelopen 3 hoge snelheidscircuits, Spa, Mugello en Monza, vertelt Tanabe. Het heeft een aantal karakteristieken van een straatcircuit, maar ook 2 lange rechte stukken. We kijken uit naar een probleemloos weekend met alle 4 de auto's. Aldus de technisch directeur van Honda. De Grand Prix van Rusland, zoals we die vandaag de dag kennen, is relatief eigenlijk nog best wel nieuw op de kalender. De Formule 1 werd in 2014 pas voor het eerst echt gereden op het Sochi Autodrome. In 1913 en in 1914 werd er wel eens een Grand Prix daar verreden, maar het officiële wereldkampioenschap Formule 1 werd pas in 1950 opgericht. In het begin van de jaren 80 werden er plannen gemaakt om onder de naam van de Grand Prix van de Sovjet-Unie te racen. Maar deze ging uiteindelijk niet door. De koningsklasse maakt hierdoor haar officiële debuut in de Russische Federatie dus pas in 2014. De race wordt sindsdien verreden op het Sochi Autodrome, een stratencircuit dat in 2010 tegelijkertijd werd aangelegd met het Olympisch dorp. Rusland was in 2014 namelijk ook gastheer voor de Olympische Winterspelen. Het circuit is, om precies te zijn, 5,848 kilometer lang en telt 18 bochten. Het is ontworpen door de Duitse Hermann Tilke, die de vormgeving van meerdere Formule 1 circuits op zijn naam heeft staan. Baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. De Brit ging in 2019 op 1:35.761 het circuit rond. Het Sochi Autodrome is dan ook een typisch Mercedes circuit. Tot nu toe is er eigenlijk alleen maar een Silver Arrow als allereerste over de streep gekomen. De 4e plek is op dit moment nog het beste resultaat van Max Verstappen. Misschien kan die dit keer dichterbij komen. Het circuit tekende in 2014 een deal die Rusland in ieder geval van 7 Grand Prix gaat voorzien. Tijdschema wijkt enigszins af van de voorafgaande races. De eerste vrije training vandaag die begint namelijk al om 10 uur. Uurtje eerder dan normaal gesproken. En om 2 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdag wordt om 11 uur met de derde en laatste training afgetrapt. Om vervolgens om 2 uur de startopstelling te beslissen. Op zondag 27 september is het vervolgens om 10:01. Goed opletten, 10:01. Nederlandse tijd, tijd voor de Grand Prix van Rusland. 2 uurtjes dan normaal, dus even opletten. En goed, dat was hem dan, de safety car van deze week. Vond je dit nou een leuke video? Helemaal top, want morgen zijn we er gewoon weer met een gloednieuwe sociable. En voor de rest gaan we lekker het raceweekend voor jullie verslaan. Dus zorg dat je ingetuned bent op dit YouTube kanaal. Ik zie jullie dan. Hoi!